Ik heb zondagavond samen met mijn vrouw naar de Rode Loper gekeken voordat de Oscars werden uitgereikt. Er trokken heel veel wereldberoemde mensen langs en de meeste vrouwen lieten dan uitgebreid hun jurk zien. Eerst zag ik Scarlett Johansson en ik dacht, ik zou heel graag met haar naar bed willen. Toen kwam Mila Koenis langs en ook met haar zou ik heel graag naar bed willen. Toen kwam Kate Blanchett langs. Ik vond haar stijlvol en prachtig, maar had geen behoefte om met haar naar bed te gaan. Toen zag ik Sharon Stone en wist mij nog heel goed te herinneren... dat ik daar vroeger heel graag mee naar bed had gewild. Maar nu had ik dat niet meer. Hetzelfde overkwam me bij Nicole Kipman. Daar wilde ik ook altijd dolgraag mee naar bed. Maar sinds haar operaties wil ik niet meer met haar naar bed. Toen kwam Natalie Portman. En daar wilde ik meteen heel erg graag mee naar bed. Toen ik zag dat ze zwanger was, trok er een pijnscheut door mijn lijf... omdat ik Natalie Portman zelf heel graag zwanger had willen maken dat had ik niet bij Penelope Cruz, met wie ik ook heel graag naar bed wil, maar ik voelde geen pijnscheut toen mijn vrouw zei dat ook zij zwanger was. Bij Helberry kwam ik er niet uit. Ergens wilde ik best graag met haar naar bed, maar ergens ook weer helemaal niet. Toen zag ik nog Celine Dion. Daar wil ik absoluut niet mee naar bed. Vroeger niet en nu al helemaal niet. Toen had ik het eigenlijk wel weer gezien en ben ik met mijn eigen vrouw naar bed gegaan en we zijn heerlijk tegen elkaar aan in slaap gevallen. Ik zou trouwens nog wel honderd vrouwen kunnen noemen waar ik heel graag mee naar bed zou willen. Dus zo bijzonder is dat nou ook weer niet.